Op dit moment begint windsurfer Dorian van Rijsselbergen in Rio aan zijn jacht op een tweede gouden medaille. Om 6 uur zo even dus begonnen daar de series die hij moet surfen. Maar wie zijn eigenlijk de mensen achter zijn succes? Waar liggen zijn roots? We kunnen alle kinderen volgen. En Dorian zit dus nu in... die is in Den Helder en die zit nu op de boot. Die vaart nu richting Texel. Als het goed is, krijg je hier straks Texel. En als het helemaal mee zit, dan zie je dat wij hier thuis zijn. Dus Dorian is nog maar zo'n klein stukje van huis. Terug op Texel. Daar waar het allemaal begon voor Olympisch windsurfkampioen Dorian van Rijsselbergen. Uit wat voor nest komt Dorian? Welke rol speelt de familie in zijn succes? En waar komt toch die positieve, vrolijke houding vandaan? Crazy, mate. Crazy. Yeah. Ik wil even een schreeuw hoor. Yeah. Eerst wereldkampioen in Australië. Dorian van Rijsselbergen, wereldkampioen 2011. En een jaar later... Dorian van Rijsselbergen, Olympisch kampioen. Ook nog goud op de Olympische Spelen in Engeland. Maar het begint op Texel. De biologisch dynamische boerderij van zijn vader is de vroegste herinnering van Dorian en zijn grotere broer Adriaan. Op die boerderij werkten behalve zijn ouders nog meer mensen. Doel, het beste uit de aarde en het beste uit jezelf te halen. Ex-drugsverslaafdes en dienstweigeraars. Maar ja, dat waren niet meer mensen die elke dag nog moesten spuiten of zo. Dus dat viel allemaal wel mee. Ik was er eerst niet, dat is duidelijk. Want ik was nogal aan het werk, tussen aanhalingstekens, vooral fysiek aan het werk. Om uit te rusten gaat de familie naar een oude keet bij de Waddenzee. Daar liggen de surfspullen van vader. Leest moeder een boekje op het strand en oefenen de jongens in het ondiepe water. Vader zoekt er de grenzen van de surfsport op. Nou, hij was wel heel fanatiek in wat hij deed, hoor. Ja, als hij zelf voerde, was hij hartstikke fanatiek. Dan wou hij wel winnen en zo. Maar hij was niet met ons dat hij heel erg de need had om ons te pushen om goed te worden. Of dat we per se competitief moesten gaan varen. Maar dan slaat het noodlot toe. Als Dorian 8 jaar oud is, krijgt vader Mark een serieus hartprobleem. Zijn aorta scheurt. Je hele leven staat op zijn kop. En mede door hele lieve mensen om ons heen... die kinderen ook hebben opgevangen... Had ik zeg maar tijd om altijd naar een markt toe te gaan. En kwamen de kinderen niet overstuur thuis of iets dergelijks. Want het ging allemaal gewoon door. En daar ben ik heel dankbaar voor. En we hadden ook de afspraak, ja jongens, wat er ook gebeurt, pap is toch altijd bij ons. Het feit dat je gewoon leert met de dag te leven, niks was zeker vanaf dat moment. Morgen kan je geen vader meer hebben. En dat is zoiets geks om dat met zo'n jonge leeftijd te beseffen. Dat je denkt van oké, vandaag heb ik nog een vader, morgen misschien niet meer. En dan is de wereld weer anders. Dus laat ik vooral nu mijn kus en een knuffel geven. Want je weet niet wat er morgen is. En dat is eigenlijk vanaf dat moment helemaal patroon geworden. Het was één deurtje ging dicht, maar het andere deurtje ging open. Absoluut. Familie wordt belangrijk. Vader zelf kan niet meer surfen. Maar hij herstelt en coacht zijn zoons. En niet alleen Dorian behaalt successen. Dames en heren, de winnaars hier van vandaag. Goed te go, Nederlands kampioenschap slalom. Broer Adriaan doet het goed in de zogenaamde slalomklasse en heeft een eigen bedrijf op het gebied van training en gezondheid. Adriaan zou niet graag het leven van broer Dorian leven. Het weg zijn, het niet thuis zijn, het eigenlijk leven vanuit je tas... is niet het leven waar ik vol voor zou willen gaan. Dat trek ik niet. Ik moet wel echt een vaste basis hebben waar ik terug kan komen. En dat is in dit geval het eiland waar ik... weer tot rust kan komen. Dorian woont tegenwoordig in Californië. Hij is getrouwd met de zus van een trainingspartner en heeft een dochter. Maar hij is vooral veel onderweg. Vliegtuig in, vliegtuig uit. Zijn grootste zorg, niet ziek worden. Ja, omdat je natuurlijk zoveel vliegt en je immuunsysteem... die krijgt best wel een pak op zijn donder elke keer. Dus als je kijkt in mijn tas wat voor pillen ik allemaal mee heb... gewoon
een basis voor je vitamine en mineralen in stand te houden. Ja, dat is best wel wat. Maar het is ook gewoon alle bacteriën en alles, verkoude mensen die allemaal dicht natuurlijk in zo'n vliegtuig zitten. Ja, dat verspreidt zich als de neten. Thuis in Californië komt hij niet veel verder dan de voordeur. Las Vegas en Yosemite Park leuk, maar voor later. Natuurlijk, ja, ik ga daar dan in plaats niet echt voor vakantie, maar ja, gewoon naar huis toe. Hè. Dus dan, en alle tijd die ik daar spendeer, ja, dan wil je zoveel mogelijk natuurlijk bij je vrouw en kind zijn. Dus ja, ik ben dan eigenlijk alleen maar thuis. En ja, zodra mijn vrouw aan het werk is, ja, dan kan ik wel gewoon dingen gaan doen. Maar dan zit ik ook niet echt te denken van, nou, ik ga eens naar Vegas toe rijden om aan de gokmachines te zitten of zo. Het is leven vanuit je koffer, maar met het resultaat. Dorian lijkt onverslaanbaar. En het blijft leuk. Twee succesvolle surfers. Ze groeien samen op. En als ze elkaar na lange tijd weer zien, gaan ze direct het water op. Daar dansen ze als libelles om elkaar heen. Van jongs af aan, elke minuut op het water. En maar dromen van topsport. Wij wisten ook niet precies hoe we ermee om moesten gaan. En moet je dat nou laten gaan? En ze zijn dan nog in de groei. En als ze goed zijn, dan gaat iedereen zo eraan lopen. En moet dit en dan moet dat en moet naar de sportschool. En dan dacht ik van, nou, dat is volgens mij niet goed. Kind moet nog helemaal in de lengte groeien. En dan moet nog goed eten. En wie hebben we toen wat gevraagd? Gemser. Henk hebben we toen gevraagd. We hebben Henk Gemser opgebeld. En die heeft ons geweldig advies gegeven. Schaatscoach Henk Gemser helpt de familie met advies. Helemaal als de jongens in de puberteit komen. Dan heb je 100 kilometer gereden. Dan kom je, dan pak je je spullen uit. En dan zijn die fucking vinnen zijn er niet. Of de masten zijn er niet. En dan kan je dus weer terug. Dus ik bel Henk op. Ik zeg, wat moet ik nou? Ik zeg, ik ben er zo verschrikkelijk zat van. Ze kijken er met een kom naar, ik kan er achteraan lopen en weet ik wat. Nou, kreeg ik op mijn kop van dat ik wel een heel erg drammerige ouder was en dat ik mijn excuus aan moest bieden aan de jongens. Want hij vond dat ik het helemaal fout gedaan had en dat we met elkaar op een basis van gelijkheid moesten gaan opstarten. Ja, ik zat op het patroon van een mopperouder. En ik zei, ja, maar ze zitten op school, ze doen hun best, ze zijn aan het surfen, ze hebben internationale wedstrijden. En jij loopt maar te zeiken dat ze alles perfect moeten hebben. De familie is erg close. Niet alleen vanwege het idee dat het elk moment afgelopen kan zijn, maar ook vanuit het idee dat je elkaar echt nodig hebt. Dorian heeft niet Londen in zijn eentje gedaan. Dat is vanaf de grond opgebouwd. En daar heeft iedereen zijn stukje aan meegedragen. En zo is dat voor mij ook met mijn eigen bedrijf en mijn studie en mijn opleiding. Dat zijn allemaal dingen die heel anders lopen. Maar net zoveel aandacht en liefde nodig hebben om het te halen. Positief blijven, ook bij tegenslag. Het lijkt een handelsmerk van de familie. Vorig jaar overleed een bekende surfer. Peter Volwater beroofde zichzelf van het leven. De surfwereld reageerde geschokt en herdacht hem. Het is vreselijk om je trainingsmaat te verliezen die je dan niet meer ziet zitten. En dat is een domper. Maar zijn leven heeft hij volledig geleefd. Hij heeft eigenlijk alles eruit gehaald wat hij maar kon doen. Jij kende hem ook. Ja. Ja, mooi vent. Ja. En als je dat vasthoudt en dat ook in je verbeelding houdt van elke keer als hij op het water stond, dan ging er gewoon een feestje. En zo heeft hij elke keer ook dat we gingen trainen, was het ook altijd gezellig en een feestje. Dus als je dat toch in je verbeelding houdt, dan blijft die gedachte ook veel positiever. Nog steeds reizen de ouders af naar de grote evenementen, ook al zijn de jongens het huis uit. Over de Spelen in Rio maakt moeder Geertje zich zorgen. De berichten over de waterkwaliteit van Rio de Janeiro zijn ronduit slecht. Dat is een teerpunt hoor, bij de moeder. Ja? Ja, vind ik wel. Tijdens de Spelen weet je dat het oké is. Daar gaan ze voor zorgen, want dan kunnen ze niet maken dat niet oké is. Maar in de tussentijd, daarvoor en daarna, zal het niet oké zijn. Want dan zal het nog gewoon steeds vies zijn. Ja, ik vind het heel vervelend. Ik vind het ook onverantwoordelijk. Wie bedenkt dat allemaal? Zoiets.
Sportief gezien lijkt Dorian klaar. Zijn vader ziet dat het vele trainen hem veranderd heeft. En dat had zijn Australische coach Darren al voorspeld. We are going to build a new athlete. Ik zeg, I beg your pardon? Ik zeg, wat bedoel je? Ja, hij zegt, we gaan een nieuwe atleet bouwen. Ik zeg, is hij niet goed genoeg? Ja, hij zegt, maar voor Rio heb ik een ander lichaam en een andere atleet nodig. Hij weegt minder, heb ik het idee. Hij weegt minder, hij is flexibeler, hij heeft meer uithoudingsvermogen, hij heeft meer explosieve kracht. En dus dat zijn... Hij is nu ook heel afgetraind, hoor. Ja. Hij zit anders in zijn vel. Hij is technischer geworden. Ja. En om 6 uur zojuist begon dus de eerste race. En Dorian van Rijsselbergen ligt nu op een 4e plek. Straks op NPO 1 in Rio live meer informatie. En dames en heren, dit was 1 Vandaag. We zijn er morgen weer. En natuurlijk ook op onze website, op Twitter en op Facebook. Voor nu, prettige avond. Tot morgen.